Ik wil straks heel veel kaartjes verkopen voor mijn theatervoorstelling. Dus moet ik de marketing induiken. En er komt ontzettend veel langs. Tegenwoordig op internet. En ik heb een gratis links gevonden. Psychotactics heet die site. Brain Alchemy heet de cursus. Het is een mp3 en die kun je afluisteren. En ik heb een uur geluisterd. Pratende staccato man in mijn oren een uur lang. Maar ik heb hem kunnen volgen. En ik mag verklappen, want het was gratis. Hij heeft gezegd, het zijn drie stappen. De eerste stap, 1 op 1. En dan kun je alleen maar meer geld verdienen als je meer uren maakt. En je hebt er maar 24 in een dag. Dus hij zegt, de tweede stap is 1 op veel. Je huurt een zaaltje en je verdient veel meer. En nog meer verdienen, groter zaaltje. Derde stap is, neem dat op en dan kun je dat in een mooi doosje verpakken, kun je dat verkopen en dan hoef je er zelf niet eens bij te zijn. Slim, hè? In Nederland noemen ze dat passief inkomen. Dat is helemaal niet nieuw. Dat deden ze in de jaren 70 al, toen Star Wars uitkwam, die film. Merchandising heet dat. Behalve de film konden ze nog jaren doorverdienen als hij al lang uit de bioscoop was, aan alle posters en alle speelgoed en alle t-shirts. Stap 3 hebben ze ook helemaal geperfectioneerd. Want George Lucas die kan nou geld verdienen als hij belooft dat hij geen vervolg maakt. En onze eigen NS die doet het ook al. Ja, van taxi naar trein. Dat is van 1 op 1 naar 1 op veel. En dan sluiten ze alle loketten. Dan hoeven ze er niet bij te zijn als ze een kaartje verkopen. Ze hoeven zelfs niet eens treinen in te zetten om geld te verdienen.